Ja, ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem in ieder geval wel, maar als je bij de camera ziet, dan vraag twee. Dus ja, dat dus. Nee, ga zo ook aan de kant. Nee, vinden jullie beiden niet lief? Beiden zijn jullie niet lief. Dus ja, dat heeft wel eens. Kinderen kunnen ook wel eens niet luisteren. Dan krijgen ze ook straffen. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zaterdag, de 18e van de 3e 2023 en we leven alweer reeds om 15:34. Ja, ze moeten er nodig uit. Ze zijn wel in de tuin geweest, maar ik ben lang niet in orde. Dat ik ga lekker zo meteen een blokje om en misschien wel een groter blok dan normaal. Ik ben er wel op gekleed om even wat langer te lopen. Betere laarzen ook aan. Dus, en ik, nee, ik heb jullie sowieso mee, dus ja, dat weten jullie. En ik zie wel waar het schip strandt. Dat we gaan lekker even lopen en dan zien we wel weer. Ja, dan zeg ik, we zien wel waar het schip strandt. Het is bewolkt, maar het was 13 graden, werd er net medegedeeld, dus ik hoef niet mijn hele dikke jas aan. Ook dat nog eens een keer, lekker. Doe wel een sjaal om, want ja, dat, hè, anders word je snel ziek. En ja, jullie zien mijn oorbellen, die kennen jullie nog niet. Die heb ik van boven maar eens meegenomen, uit een bakje. Veren, ja. Dus ook weer eens wat anders. Dus, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Net wat ik al zeg, wat de dag, middag verder ons brengen gaat, ik weet het niet. Karin die is weer weg, die is vannacht weer weggegaan. Daarom, ja, dat is een van de redenen dat ik laat ben. Want ik heb nog even met haar gebeld. En ja, ik ben ook lang niet in orde. Tenminste, ik heb geen hoofdpijn hoor. Laat me dat wel duidelijk maken. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel en pijn in mijn rug. En ja, ik weet niet wat het is. Ik weet niet meer hoe jullie dat hebben. Maar ik denk dat er hier in Den Helder zijn nog heel veel klachten erover. Ze hebben dit, ze hebben dat, ze hebben zus, ze hebben zo. Je hoort niet anders. Dus ja, misschien bij jullie ook. Dus vraag maar, ik zeg, hebben jullie dat ook? Meld het maar eens even onder de vlog. Ja, of jullie ook iets van keren, wat dan ook. Maakt niet uit. En waar jullie dan aan denken waar het door komt. Ja. Een hoop zeggen door het weer, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben geen dokter. En ja, ik ga hier ook niet mee naar een dokter. Nee. Het is niet echt ziek zijn, weet je. Maar gewoon ook niet vooruit te branden. Geen zin hebben, nergens geen zin in hebben. Dus ja, ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga lekker met die dames lekker lopen. En we zien wel waar het schip strandt. En nou ja, misschien dat ik dat ook wel meeneem. Ik zie wel, ik heb toch een tas aan mijn rollator hangen. Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Nou, jullie zien wel waar we zijn, hè? Op de dijk. Maar ik heb hier twee honden bij me, die voor geen centimeter luisteren. Ik ben ingezoomd. Nee, andere kant op. Kunnen we nou hier komen, dames? Ga eens even zitten. Nee, want er zijn ook te veel honden voor mij hier al aanwezig. Dus ik ga echt niet een loslaten. Dan moet ik er eentje bij me hebben. Ik hoor een heli, maar ik zie hem alleen nog niet. Ook zo raar. Ik zie hem echt nergens met mijn blote ogen niet.
Nou ja, echt bizar. Oh, daar is die. Ja, ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem in ieder geval wel, maar bij de camera zie je er vaak twee. Dus ja, dat dus. En dan gaan we zo meteen daar weer naar beneden. En dan zien we het wel weer. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik zweet met apenzuur. En ja, we hebben bijna 2 kilometer gelopen. Ik ben op back af. Want de dames, nou, die konden dus dit keer niet luisteren. Ze hebben ook geen snoepjes gehad. Want ze moeten maar leren. Ze hebben allebei getrokken als een tierenleer. Terwijl ik al zo'n rugpijn heb. Ik weet niet hoe ik zitten moet. Waarom? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het lijkt wel of er stormopkomst is, zou je haast dan denken. Het is prachtig mooi weer. Het is niet koud. Het is de graad of 13 à 14, zie ik staan. Dus ja, ik weet het niet. En ik liep maar te smelten, want ik denk, ja, ik ben eventjes over de dijk geweest, zoals jullie allicht weten, want dat staat op de vlog. Nou, toen ben ik maar weer naar beneden gegaan. En toen ben ik langs de Kanaalweg eigenlijk, en toen heb ik gewoon de normale route maar weer gepakt. Dus ja, dat is totaal wel toch bijna 2 kilometer wat ik gelopen heb. Dus ja... Dat is. En nu ga ik. Ik heb mijn koffie. Dus en ik heb een short gemaakt ook. Die heb ik ook al ingepland voor de 31ste. Dus daar loop ik lekker mee op schema. Maar met het vloggen op zich loop ik lang niet op schema. Want ik moet er zo nog weer eentje maken voor morgen. Dat anders hebben jullie morgen niks. Ook daar moet ik mee aan de gang. Dat ik wat meer daarover krijg. Nee. Nee, Rijka. Jij ook niet. Nee. Nee. Ga zo ook aan de kant. Nee. Vinden jullie beiden niet lief? Nee. Beiden zijn jullie niet lief. Dus, ja. Dat heeft wel eens. Kinderen kunnen ook wel eens niet luisteren. Dan krijgen ze ook straf. Hé, hey, met dieren net zo goed. Ja, moeten ze maar luisteren. Maar in ieder geval, ja, mijn rechterhand die tintelt helemaal. Omdat ze zo getrokken hebben. Mijn rechterhand bedoel ik. Ik zeg mijn linkerhand, het is mijn rechterhand die tintelt. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier weer ook door. Want ik wil mijn koffie zo opdrinken en even niks. Helemaal even niks. Ik ben even zat. Dus ik zou zeggen, geniet ze en... Geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben met een vlog bezig. Ik moet een gedicht verzinnen. Meestal sla ik het hele mikmakkie dan even op, maar ik laat het wel staan. En dan moet ik ook verzinnen waar zal ik het bij doen. Nou, dat wordt weer miep. Ja, denk ik van wel. En ik ga nou eerst zien dat ik een hapje eten kan krijgen en de televisie aan. Ik heb de kachel ook weer aangedaan, ondanks dat het wel in huis nog 20 graden is. Maar ik heb het koud, echt koud. En ik heb me een uur geleden mijn vest al aangetrokken, maar ik blijf het koud houden. Ik denk, nou, dan gaat de kachel weer aan, want het kan ook vochtig wezen in huis. En dan wordt het ook even goed koud. Ja, ondanks dat het 20 graden blijft. Maar de temperatuur is weer gezakt buiten naar 12 graden. Het is even goed nog netjes, hè? Het was 14. Nou, en ik heb zonder handschoen gelopen. Gisteren ook al trouwens, ja. En het is heerlijk wat dat er gaat. Maar de wind staat wel op die kant. Omdat ik Rijka die hek even buiten gehad, totdat ze weer begon te blaffen. En ik denk, ja, waarom dan toch? Ik laat je buiten niet om iedere keer te blaffen. Maar ze vliegt er gelijk naar die schuttingdeur toe en het is... Terwijl er niks is. Ja.
En dan doe ik die deur weer open en dat doe ik zo. En dan weet ze gelijk hoe laat het is en dan vliegt ze alweer naar binnen. Ja, dan ligt ze weer op de bank in een rolletje. Waarom nou altijd blaffen terwijl het niet nodig is? Blaf eens een keer wanneer het wel nodig is. Maar niet wanneer het niet nodig is. Maar ja, daar is het een hond voor. Het is praten, ik weet het ook wel. Maar dat mag ze al vaak genoeg, dus hoeft het niet regelmatig te doen. Ik denk, nou, ze gaat even een plasje doen of wat dan ook en dan komt ze weer naar binnen. Maar nu, hè? Nu. Madame moet blaffen, hè? Ja, madame die wil blaffen, hè? Hé, hey, Trinola? Waarom moet jij zo blaffen? Waarom moet jij zo blaffen? Drink je Trinola. Ik ben trouwens wel lekker warm. Nou, en je oortjes dat scheef. Zo, dat staat beter. Ja, ooit doe je poot goed. Nee, we hoeven dat allemaal niet te zien. Hé, boefie. Ben je een boefie? Ja, ik ben boefie, hè? Ja. Echt waar. Lekker ding. Lekker ding. Lekker ding. Oh, 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 lekker ding, even zo goed. Maar we hebben er nog een. Ja. Ligt hier, ja. Hé, ben je ook lief? Ben jij ook lief? Ja, hè? Och, goeie toch. Ja, die is zo lief. Hm? Ze kunnen wel lief zijn als ze me willen. Hé, hallo. Ja. Gaat je gaat eten. Ja, jullie kunnen eten wanneer jullie eten willen. Gaat je zorgt altijd dat er eten in de bak zit, hè? Hij moet nou eerst weer leeg, dan kan ik hem weer afwassen. Ja. Hé? Lekker hopie. Ja, echt waar. Ze zijn allebei weer lief, dus ja, ze hebben ook al een koekje gehad hoor. Ja. En vanavond krijgen ze weer wat anders wat lekker is. Dus het komt allemaal goed. Ja. Vrouwtje gaat nou eerst eten en dan zien we het wel weer. Ze zeggen lieve vrienden. Geniet van je avond en tot later. Ja, lieve vrienden, dan zijn we weer eventjes om van jullie een welterust toe te wensen. Of bij jullie. Ik zeg het helemaal weer verkeerd, maar doet het niet toe. De meisjes die leggen op de bank te slapen. Kan je nagaan. Ja, dus die laten we nog even lekker slapen. Ik ga ook zo naar bedje toe en dan neem ik ze toch mee. Maar ik wil nog even mijn glas met sap opdrinken. Nou, dat duurt ook. Kwartiertje ongeveer. Dus ik laat het nog even lekker rustig liggen. Komt wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker allemaal. En morgen gezond weer op. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. My appetite, don't leave me alone.